Jaarlijks wordt tijdens de Pinksterdagen de Europa-run gelopen. De Almelopers is één van de 315 deelnemende groepen. En dit jaar voor het eerst met twee teams. De belangstelling voor het evenement wordt elk jaar groter. Ook op de route staan steeds meer mensen de lopers aan te moedigen. Tussen 3 en 10 trokken er een kleine 100 teams door de gemeente Almelo. Dit is een feest aan het worden dat die doorkomst van Europa Run. Ja, je ziet dat er elk jaar weer een stapje hoger komt. Hè? Dat de organisatie die ermee gemoeid is ook veel meer inspanningen verricht om hier die doorkomst te laten zijn en dat we weer de eerste prijs mogen halen. Dat zou toch wel heel uniek zijn, 4 keer achter elkaar. Ik vond het vorig jaar nog fantastisch, 3 keer achter elkaar, maar 4 keer achter elkaar natuurlijk nog fantastisch. Ik heb het gezien, ik heb een klein stukje van grote van het parcours, maar een heel klein stukje. Maar dat is fantastisch. En al de mensen die er zijn, dat geeft toch een kick aan de lopers wat je zo hoort van ze. En dat is zeker de eerste ontvangst bij Marienbrocking en dan de laatste ontvangst bij Bornebroek. Ja, dat is fantastisch. Fantastisch. Het woord dat je diverse keren noemt en ik kan het alleen maar beamen dat het zo is. Josse en Joyce, die zijn er helaas niet bij. Maar ook een andere die er dan bij is. Ja, en dat ben jij. Ja, en dat zat er niet in en het zit er nu wel. Ja, vorig jaar heb ik je uit moeten stappen. Omdat ik zelf borstkanker heb gehad. Nou kan ik gewoon weer meedoen. Maar meisje, dat is toch fantastisch. Hoe weet je het allemaal dan? Ja, geweldig toch. Ik weet alles. Ik heet Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Hey, geef haar in het roze, dames en heren. Maar het is een fantastisch applaus, want wat een doorzettingsvermogen. En wat een geweldig dat ze dat ook nog even zelf wilde komen vertellen. Geweldig! De doorkomst van de Europa Run werd weer groot aangepakt en het was erg gezellig in de stad. De opbrengst van de Europa Run gaat naar de begeleiding van kankerpatiënten en hun familie. Onder het motto... We voegen leven toe aan de dagen wanneer er weinig dagen meer zijn in het leven. Met het geld wordt de laatste fase van terminale patiënten zo aangenaam mogelijk gemaakt. De Almelopers haalden samen ruim 40.000 euro op. De totale opbrengst van het evenement wordt pas over een aantal weken bekendgemaakt. Ja.